transfer, goed met mijn familie over gehad. Wat ik zei, en het was niet echt een hele lastige keuze. Het was gewoon meer een keuze op gevoel en wat je familie ervan gaat vinden. Wat is ook belangrijk, hoe ze hun erbij voelen. Het draait niet alleen om mij natuurlijk, het draait ook om wat mijn moeder ervan vindt, wat mijn vriendin vindt. En als het goed is voor de toekomst van mijn kleine. En als je heel eerlijk bent, is dat het gewoon wel zeker. Hier in Nederland is het me niet gelukt om de top te behalen, wat ik altijd wel wilde graag. En dan moet je verder dan dat gaan kijken. En dus dat ik naar daar toe ga en vanuit daar wil ik ook stappen maken. Dus ik heb sowieso ambities om daar ook nog stappen te maken en naar een grotere club te gaan. Ik zeg eerlijk, ik heb 3 hele mooie jaren hier gehad. En natuurlijk het eerste jaar dat ik hier kwam, hebben we Europa gespeeld. Hier thuis en uit ook. En dat was echt mooi voor mij. Ja, dit jaar is voor mij mijn beste jaar tot nu toe hier. En ik heb het gewoon heel mooi beleefd. Gewoon echt mooie herinneringen hier. En ik voelde me altijd goed. Ik ben nooit chagrijnig naar de club toegekomen in de zin van ik heb vandaag even geen zin of wat ook. Ik heb me altijd gewoon goed gevoeld. Ik had altijd zin om mijn best te doen, beter te worden. En ja, het voelt altijd goed. Ik heb altijd een goede band met iedereen gehad. En de fans ook. En met zo'n team, met heel veel nieuwe jongens, nieuwe trainer. Alles is echt eigenlijk een heel nieuw seizoen bij ingegaan. Maar ook met een hele nieuwe frisse start. Ik vind wel echt hele grote stappen gemaakt met dit team om dit te bereiken waar we nu zijn. Dus ik ben ready voor de play-offs. Ik heb heel veel zin om de play-offs te spelen. En, ik wil het ook heel mooi afsluiten voor mezelf, maar ook voor het team, voor wat we hebben gepresteerd. Dat wij, niemand had gedacht dat wij 2 weken terug tegen AZ voor plaats 4 zouden spelen of zo. Iedereen doet er wel heel nuchter over. Maar ik vind dat wij de credits wel zeker verdienen als club als Heracles zijn en dat wij hier staan. En, die credits krijgen wij niet heel veel, vind ik, eerlijk gezegd. Het is niet dat we daarvoor doen, maar soms is het wel fijn om te horen dat je als team het echt goed doet en dat je voor bepaalde teams wel echt heel lastig bent. En, we hebben het nooit eerder meegemaakt, denk ik, dit jaar dat teams naar hier komen die gewoon gaan inzakken tegen ons. Dat is iets dat je niet zo 1, 2, 3, dat was ook nieuw voor ons, moesten we ook weer aan wennen. Er zijn heel veel factoren geweest dit seizoen dat we allemaal moesten wennen. En, ja, ik ben echt trots op dit team dit jaar dat we dit tot nu toe hebben bereikt. En ik denk dat de play-offs zijn een hele lastige tegenstander voor iedereen. Je weet soms niet hoe wij voor de dag staan. Dat is goed, maar ook aan de ene kant slecht natuurlijk. Maar het is voor andere teams ook heel lastig om ons te gaan beoordelen van ja, wat voor dag wordt het vandaag tegen Heracles. Dus in de play-offs gaan we wel strijden, dat weet ik zeker. Dat weet ik echt zeker.